Als je het over carnaval hebt, denken de meeste mensen aan Brabant en Limburg. Ook in Reewijk wordt de carnaval gevierd. Vooruitlopend op de grote carnavalsoptocht gaan we een kijkje nemen bij een van de deelnemers. We staan inmiddels in de loods van een bekende kwekerij aan de Zijdeweg in Reewijk. En naast mij staat Rolf. Dag Rolf. Jij bent een van de bouwers van dit mooie kunstwerk achter mij. Ja, dat klopt. Dit is onze kar van No Rules. No Rules, dat is de naam van jullie clubvereniging. Hoe zit dat? Ja, nou, we zijn gewoon een carnavalsgroep en we bouwen voor de optocht op 5 maart in Reewijk. En dit is onze kar. En we bouwen het thema Peter Pan. Nou, hoe kom je nou aan zo'n thema? Verzin je dat eventjes ter plekke? Of? We hebben heel lang vergaderd. Ja, uiteindelijk zijn we eruit gekomen dat dit het zou worden, ja. Je zegt we, dus er zijn nog meer mensen in het spel. Ja. Met hoeveel mensen bouwen jullie dit nu? We zijn in totaal met 22 man, uit mijn hoofd gezegd. En iedereen kan zijn ideeën geven en dit is het beste idee uit de bus gekomen, zeg maar. En wanneer beginnen jullie nou? Je begint met het maken van een ontwerp, een idee, maar in welk tijdsbestek? Wanneer doe je dit nu? De ontwerpen zijn vorig jaar begonnen en vanaf januari konden we hier terecht. En vanaf toen zijn we ook gaan bouwen. Dus, en al dat materiaal, dat kost een hoop geld volgens mij. Hoe komen jullie aan het geld? Dat leggen we allemaal zelf in. En het materiaal dat kopen we allemaal uit de bouwpot. We hebben een pinpas met elkaar en daar storten we alles op. En dan gaan we daar van daaruit ook alles kopen. En als die kar nou helemaal af is, over welke soort kosten heb je het dan totaal? Wat kost die? Het heeft me tot nu toe €250 gekost. Maar ik denk dat het in totaal €300 kost, zoiets. Voor jou alleen of voor de groep? Nee, voor iedereen. Dat, is dat voor iedereen. Valt mee. Ja. Dan hebben we het nog niet over de uurtjes. Hoeveel uren steken jullie er nu in? Ja, hoeveel uurtjes? Elke avond is er wel iemand sowieso. En er zijn avonden dat je echt van 8 tot 11 bouwt. En in het weekend gaan we meestal wat langer door. Nou, moet je een beetje handig zijn om dit te kunnen doen. Volgens mij het is allemaal doe het zelf, knippen, plakken, lassen. Ja. Ben je handig? Ja, op zich ben ik wel handig, ja, al mag ik het zeggen. Maar je moet kunnen lassen, kunnen knippen, alles slijpen. En je moet ook ideeën hebben. Ja. En dat onderstel, dat is volgens mij zo'n beruchte platte kar. Klopt dat? Ja, een echte oude kar, zeg maar. Dus hij gaat lekker heen en weer. Zeker met de optocht gaat hij lekker van links naar rechts. Dus dat wordt wel mooi. Ja. Zullen we even gaan kijken binnen? Want we kunnen erin, heb ik gezien. Er zit een ingang. Klopt. Gaan we eventjes een rondje in de kar doen. Ja, dat is mooi. Mooi man. Rolf, we staan boven op de kar. Kun je ons een kleine rondleiding geven en ook vertellen welke materialen er nu gebruikt worden? Dit is het frame. Hier bouwen we de hele kar aan. En hier staan we zelf ook op met de optocht. En dan gaan we hier. Hier heb je het bouwstaal, daar maken we de vormen mee. En dan gaat hij met kippengaas maken we vast met taaieriepjes. Zodat je de vormen goed blijft zien en dat het op zijn plaats blijft. Ja. En die taaieriepjes, dat zijn die trekbandjes die hier zitten? Ja, die zwarte dingen die je hierachter ziet. En dan over het kippengaas doen we tape, zodat het papier blijft plakken. De eerste jaren hebben we het ook gehad dat in één keer alles eraf kwam de volgende dag. Dus daarvoor zit de tape op en dan blijft het vastzitten. Nou, over dit oude kranten gaat het bruine pakpapier wat je hier ziet. En dan is het in principe af en klaar om gespoten te worden. Volgens mij is alle pakpapier op in deze omgeving. Ja, inderdaad. En als zo'n kar nou buiten rijdt, als het nou nat wordt, wat is dat het effect erop? Dan is het heel erg zonde, want dan verloopt de verf en alles gaat hangen en wordt heel slap. Dus dan gaat het heel gauw kapot. En is het voor jou de eerste keer dat je hier nu weer meedoet? Dit is mijn eerste jaar bij deze groep inderdaad, maar ik heb vorig jaar ook al een kar gebouwd. Maar er zijn ook mensen die al jaren, geloof ik 5 of 6 jaar, dat ze al meedoen met deze optocht. En wat is het uiteindelijke doel van deze mooie kar in de optocht? Ja, je bleef er onwijs een gezelligheid mee, ook vooraf vooral. En dan sta je 2 dagen, ga je naar een optocht, we gaan ook naar Montfort. En de optocht is gewoon, dan kom je op het dorp en dan is het toch wel van, joh, dit hebben wij gemaakt. En dan ben je toch wel trots op dan. En als je mensen dan ziet kijken van, joh, wat een mooie kar, dan denk je wel van, jongens, dat hebben wij gebouwd.
En als we nu mensen kijken, met name in Bodegraven, wat zou je ze dan willen vertellen over de optocht? Ja, een onwijs gezellige optocht en er valt onwijs veel te zien. Mooie kleuren, één grote gezelligheid en ja, het is voor ieder wat wils, van jongs tot oud. Ja. We staan hier nu samen op de kar, maar er is volgens mij ruimte voor heel veel personen. Met hoeveel mensen gaan jullie op de kar staan? Het is de bedoeling dat we met 22 man op deze kar gaan staan. Dus 22 man op deze kar? Ja, het wordt krap zat. En hoe zit het dan met de veiligheid? Er komt nog een stang voor de trap, zodat we niet van de trap af kunnen vallen. En ja, het is nog altijd goed gegaan. Dus, En worden de karren ook nog gekeurd, een soort APK of iets anders, ja, voordat ze de straat op gaan? Ja, de avond voor de optocht komt de commissie langs van de optocht en die checkt alles qua veiligheid. En wat me ook opvalt is dat er altijd een hoop mensen op staan en ook vaak muziek. Zetten jullie er ook nog een mobiele DJ op? Ja, we hebben in onze groep zit zelf iemand die graag draait. Dus we hebben onze eigen DJ en het geluid dat huren. Wolf, het is allemaal zeer indrukwekkend, maar zitten er nu ook nog bewegende onderdelen aan? Ja, daar hebben we dit jaar aan gedacht. Hier aan de achterkant, de arm met de haak. Die kan op en neer en die gaat zo heen en weer. Op oliedruk en sluiten we aan op de trekker. En dat kan de trekkerchauffeur regelen met zijn hendels. Dus, en de klok van de Big Ben, die gaan ook nog heen en weer. Rolf, we staan nu op een vrij hoog punt. Ik krijg al bijna hoogtevrees. Kun je aanwijzen wat nou echt het hoogste punt is van deze car? Nou, je ziet de kop en de kop van Peter Pan en de bergen zijn het hoogste punt. En als het goed is, moet dat net onder de tunnel doorpassen. Dus, dat is dus die beruchte 3,98 meter. Dat is de beruchte 3,98 meter, ja. Het zou wel zonde zijn als je het hoofd van Peter Pan moet gaan inkorten. Ja, nou, die is gelukkig flexibel, dus... Dan bezorgen die maar een wiples en moet die even ombuigen. Ja, Peter Pan die past zich dus aan. Peter Pan past zich aan, ja. Wat is nou de verwachting, dat jullie hiermee gaan winnen? Ja, het is wel de bedoeling natuurlijk. De concurrentie is heel hoog, maar we hebben een zo mooi mogelijk kar neer proberen te zetten. Dus hopelijk winnen we weer. Nou, er zit ook een goed geoliede machine achter. Ik wens jullie heel veel succes en bedankt voor het fijne interview. Ja, u ook bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel. Op de achtergrond staat Lucky Luke en naast mij staat Marleen van Leeuwen. Marleen, wat is jouw rol in dit hele carnavalsgebeuren? Ik zit bij de PR-commissie van de vereniging. Dus wij proberen de carnavalsoptocht een beetje bekendheid te maken. Zodat er heel veel mensen gaan kijken naar die optocht waar zoveel jongeren al zoveel maanden mee bezig zijn. Brabant en Limburg hebben natuurlijk de naam als het om carnaval gaat. Maar ook Reewijk blijkt. Ja, hier in Reewijkdorp leeft het enorm, al jaren. Ik denk zeker al zo'n 40 jaar. Dus kinderen, jongeren beginnen eigenlijk ook heel vroeg al met het bouwen. Er zijn groepen van 12-jarigen die al bezig zijn, die volop aan het bouwen zijn. En hoe ouder ze worden, des te mooier. Want ze leren het steeds beter natuurlijk. We hebben nu 3 praalwagens gezien. Hoeveel doen er in totaliteit mee? Vorig jaar waren er 45 groepen die meededen. En dat zijn dan niet alleen praalwagens, maar ook loopgroepen. En ook eenlingen. Je zei net, de vereniging bestaat al bijna 40 jaar. Uit hoeveel mensen bestaat de vereniging? Ik schat dat er zo'n 600 leden zijn. Ja, en daar zit jong en oud zit daartussen. Ja. En zijn dat 600 leden alleen uit Reewijk of uit de omgeving? Er zijn ook mensen uit de omgeving, maar de meeste komen allemaal wel van Reewijkdorp. En organiseert de carnavalsvereniging nog meer avonden dan alleen dit soort optochten? Ja, we hebben, het begint altijd met pronkzitting en dat is zo rond de 11e van de 11e. Dan is er nog een kerstgala en er is een themaavond. En voor senioren wordt er een middag georganiseerd. Voor de jongeren vanaf een jaar of 12 tot 15. En dan natuurlijk het groot carnaval. En daar heb je ook een kindercarnaval, dat is tot 12 jaar. En er is zelfs een carnavalsmis. En dan is er daarna is er aansluitend voor gezinnen. Dus daar komen echt van baby's tot senioren. Alles zie je daar komen. Ja, en dan s'avonds barst het los natuurlijk. Op zaterdagavond, zondagavond, maandagavond. En dan dinsdagavond nog het laatste rondje. Ja. Ja, dus genoeg te doen bij de carnavalsvereniging in Reewijk. Ja, er is erg veel te doen. En het leeft gewoon ontzettend voor de mensen op het dorp. Ja.
Nou, dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Ik hoop dat iedereen kan genieten van onze mooie praalwagens. Dit waren de bouwers vanuit Reewijk. Wat denk jij dat het weer gaat doen tijdens de carnavalsoptocht? Ja, het kan vriezen en het kan door, hè, als het met droog is. Hebben jullie nog een slogan? Hallo!